In het stadion in Kiev wordt hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor de zomer van 2012. Maar ook de Nederlandse bedrijven zijn al druk bezig met het EK. Er moeten zaken gedaan worden. En dat is ook de missie van Jocko de Wit van de Oranje Camping. Liefst zo snel mogelijk, want tijd is geld. We zitten vandaag in een speeddate sessie, waarbij je van tevoren kan aangeven hoeveel partijen je wilt spreken. En dat gaan we vandaag doen. Hi. Hallo. Hi. Jocko de Wit heeft een kwartier de tijd om met elk Oekraïens bedrijf te praten. Het gaat over vervoer, excursies, campings, catering. What other kind of services could you provide? Allerlei belangrijke zaken voor een succesvolle Oranje Camping tijdens het EK. Want de Oranje Camping is inmiddels een begrip in Nederland en niet meer weg te denken op elk groot voetbalevenement. This is very important because we always try from the location to go to the stadium in a creative way. Een waanzinnig mooi stadion. 70.000 mensen. 1 juli 2012. Dat is de finale. Dan worden we hier Europees kampioen. Hier gaat het gebeuren. De Nederlandse inbreng in de aanloop naar het EK is groot. Zo adviseert Matthijs Wiersma Oekraïne over veiligheid. Het voormalige Oostblokland kent op dat gebied toch een andere cultuur. Wat je veel ziet in landen die het EK en WK gaan organiseren, zoals Polen, Oekraïne, dat het leger of de politie eigenlijk de veiligheid bewaart in het stadion. Nou, UEFA en FIFA willen dat niet. Die willen stewards zien. Dus ze worden eigenlijk gedwongen zo'n sturingssysteem te introduceren. Waarvan wij ook denken dat het eigenlijk veel beter is. Veel meer servicegericht, veel vriendelijker, roept veel minder geweld op in een stadion. Het blijkt weer een heet hangijzer. Net als voor het WK in Zuid-Afrika zijn er in Nederland opnieuw onterecht zorgen over de veiligheid. Nou, mensen zijn hier nou misschien niet het allervriendelijkst. Misschien wat gesloten, maar gevaarlijk of onaardig is het hier zeker niet. Nou, de eerste speeddate sessie is geweest. Nu op naar de volgende bij de Nederlandse ambassade. The trade mission is here for one reason only, and one reason only. And that is to help Ukraine create the best European championship ever. Сьогодні ми вітаємо у нас в гостях місію голландських компаній, які приїхали з візитом до України. Wat mij opvalt is dat hier zijn nu ongeveer 10 Nederlandse bedrijven die mee zijn op de handelsmissie. In Nederland gaat het volgens mij altijd wat rustiger en heb je eigenlijk meer moeite om een gesprek aan te knopen. Waarbij hier gewoon mensen op je afstappen en zeggen, joh, dit ben ik, dit is mijn functie, dit is wat ik gedaan heb in mijn leven en dit is wat ik te bieden heb. Kun je daar wat mee, ja of nee? Heb je vandaag nog goede zaken kunnen doen? Nou, in ieder geval één gesprek is zeer veelbelovend en dat gaat over transport van zaken die we in Nederland gaan inhuren, zeg maar, om in Kharkiv te gaan neerzetten. Een partij die dat hele traject kan verzorgen en ook kan zorgen dat het snel over de grens komt, want dat zou een probleem kunnen zijn. Shortly introduce them. The first one is the Orange Camping people who are standing back there. Я хотів дуже коротко зараз назвати ті компанії, які сьогодні присутні. Це компанія Orange Camping і її представник Jocko van Wit. Ondanks de gemoedelijke sfeer is het voor Jocko de Wit niet altijd makkelijk om zaken te doen in de voormalige Sovjetrepubliek. Van de Nederlandse ambassade krijgt hij alle hulp, maar sommige dingen moet hij zelf oplossen. Ik weet niet of ik die man moet vertrouwen of niet. Dat is eigenlijk een beetje de... Nou ja, daar kunnen we je dan op dat specifieke onderwerp niet aan helpen. En dan moet je jezelf gewoon goed uitzoeken. Goed rondvragen. En dan kom je er vanzelf achter of het wel of niet de goede partner is. Het grootste probleem waar de Wit tegenaan loopt is de taal. Er wordt vrijwel alleen Oekraïens of Russisch gesproken. Nou ja, het is voor mij echt de allereerste keer dat het soort met handen en voeten communiceren is. Waar bijna elk gesprek met een tolk gaat.
Ja, dat is een hele rare gewaarwording, want je zegt wat tegen iemand die het vervolgens vertaalt naar een ander, die spreekt terug naar jou, dus je weet eigenlijk gewoon niet meer waar je moet kijken.